Het RTLZ-beurspel wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters. Kun je beleggen voor je kinderen? Jazeker. Bijvoorbeeld voor een studie of een steuntje in de rug voor als je kind uit huis gaat. Bij het openen van een beleggingsrekening heb je twee keuzes. Je opent de rekening onder je eigen naam en dan kan je zelf bepalen wanneer je het geld precies wilt geven. Opent de rekening op naam van je kind. En dan kan je kind er automatisch bij als hij of zij 18 is. Het vermogen op de beleggingsrekening geef je ieder jaar op bij de belasting. In ieder geval tot je kind 18 jaar is. Bij een rekening op jouw naam blijf jij aangifte doen totdat je het geld aan je kind geeft. Staat de rekening al op zijn of haar naam? Dan betaal jij belasting totdat hij of zij 18 wordt en zelf aangifte moet doen. Nog een laatste tip. Je mag ieder jaar belastingvrij een bedrag aan je volwassen kind geven. In 2021 gaat het om ruim 6000 euro. En je mag ook één keer meer schenken. Hoeveel precies? Dat kun je zien op de website van de Belastingdienst.